Yo mensen van Wesse Games, welkom in de DDG server. Ik ga hier de tweede aflevering van de nieuwe serie op Wesse Games opnemen. En het probleem is, ik heb nog geen naam voor de serie. Als jullie een leuke naam hebben voor de serie, laat die dan even achter in de reacties. Want ik kom zelf gewoon niet op een leuke naam voor deze serie. Het is een serie voor... dankjewel. Het is een serie voor... een soort survival serie en die doe ik met kijkers. Het is niet afgeleid van Community Craft, echt niet. Ik had de serie namelijk al eerder dan dat ik Community Craft deed, dus het gaat moeilijk dat ik het daarvan jat. Maar ik ga jullie in deze aflevering eigenlijk even alle nieuwe gebouwen die er zijn gebouwd even laten zien. Want zoals je ziet is er best wel wat veranderd. Dus ik ga jullie het gewoon even laten zien. Ik sta trouwens momenteel bij mijn DDG kerstsong lyrics. Ik vind hem best vet geworden. Er zat ongeveer een half uurtje tijd in. En hoe heet het? Ik moet even dat ding lezen daaronder. Nou ja, boeien. In ieder geval, we gaan hier eerst even rechts beginnen. Want hier hebben we natuurlijk de kerstboom. En dit is er vandaag bij gebouwd. En dat wist ik helemaal niet. Weg naar Casbro's 101 zijn huisje. Nou, dan gaan we daar even kijken. Mooi onder de kerstboom door. Fucking vet. Heb je iets nodig? Vraag het dan aan. Ja, puntje. Nice. Geef mij gewoon een shout-out. Fucking vet allemaal. Ik vind het huisje er vet uitzien. Mooi gemaakt. Ook van buiten ziet het er mooi gedetailleerd uit en zo. En ja, van binnen. Oh, was hier boven. Die heb ik nog niet gezien. Ja, wel nice. Hij heeft in ieder geval alles wat hij nodig heeft hier. Dus in ieder geval heel mooi gebouwd, Cas. Deurtje dicht. Gaan we weer onder de kerstboom weg. Oh, dat kan niet eens. Lol. Hier hebben we de enchanting table. Mijn huis. Daarachter de schapenfarm. En dan hebben we hier de nether dingen. En hier hebben we natuurlijk het huisje van Rick. Rick was als allereerste aangekomen in ons dorpje. En die was ook nog steeds gast. Die heeft hier echt 3 dagen rondgedurpt of zo. En toen zei hij tegen mij op Skype dat hij starter was geworden. En ja, toen heeft hij dit gemaakt. Echt lelijk, Rick. Echt lelijk. Haal maar weer weg. Echt, dit tolereren wij je niet. Nee, is maar een grapje. Het ziet er fucking nice uit. Leuk dat, jammer dat ik niet naar binnen kan in ieder geval. Door de ramen heen grief is geen optie, want dan wordt hij geband. En dan hebben we hier het huisje van Stijn. Ice Raided, oftewel UC Stijn. En die heeft hier in de livestream een huisje gebouwd met mij. Ik was mee aan het doen in die livestream. En daar is dit mee uitgekomen. En het was fucking leuk. In ieder geval, ik vond het leuk om mee te doen in ieder geval. Maar hij is sindsdien niet meer online geweest. Dus het was waarschijnlijk alleen maar even voor de livestream. Maar ik laat het hier staan als statement in ieder geval. Dus in ieder geval leuk. Hierachter hebben wij een project van Senna, Sunny Penny. En dit heb ik ook vandaag pas gezien. Het lijkt mij dat er een tempel uit moet komen ofzo, maar dat weet ik niet zeker. Waarschijnlijk wel. Het is alleen nog niet af, dus ik kan er niet veel meer van laten zien. Hier hebben we dan de toren, die stond er ook al eerder. Hier hebben wij, dit heb ik niet gezien, what the fuck. Sunny Penny's eigendom, je mag wel pakken, alleen wel terugplaatsen. Oh, het is een cocoa bean farm. Iets dat ik niet nodig heb. Kug, even adverteren. En hier komen we bij het huisje uit van Sunny Penny. Van Senna. Kan ik ook niet van binnen laten zien, dat is heel jammer. Als kijkers uit deze dorp nou een gat in hun huis maken, dat ik er doorheen kan, dan kan ik het wel van binnen laten zien. Vragen of ze online komen is ook geen optie, want het is 1 uur s'nachts. Dit is ook allemaal nog hetzelfde. Oh fuck, ik verslikte me. Hier komen we bij een huisje uit van Tim. Nou ja, als ik dat goed zeg, als hij niet online is, dan kan... Nee. Hij is hier aan begonnen een 5 dagen, 6 dagen geleden, maar ik heb hem sindsdien ook niet meer gezien. Dus ik weet niet of hij er is. Dus ja, het weghalen kan ook niet, want anders valt het onder grieven. Dus of ik moet vragen aan de owners of ze het weg willen halen. Of ik vraag nu in de aflevering, als Tim naar dit kijkt, ga je het nog afmaken of niet? Want anders haal ik het weg. Dus dat hebben we in ieder geval gehad. Dan komen we bij het laatste huisje uit dat eigenlijk is bijgebouwd. Dat is van NL Glenn. Die was hier ook al ergens als eerste, volgens mij als tweede. En die is ook heel lang gast geweest. Die zei tegen mij in de server dat hij starter was geworden. En toen heeft hij hier een huisje gebouwd. En ook hem heb ik sindsdien niet meer gezien. Dat is heel jammer. Maar daar kan ik in ieder geval niks aan doen.
Maar wil jij nou ook in dit dorpje gaan wonen en wil jij nou jouw huisje zien in mijn afleveringen? Kom dan in ieder geval even naar deze coördinaten. Je ziet ze nou linksboven in beeld. X2351 en Z1060. Die staan waarschijnlijk ook in de beschrijving, maar dat weet ik niet zeker, want dat vergeet ik waarschijnlijk. En ja, dan ga ik jullie als laatste even de nieuwe mobspawner laten zien, want we hebben in de buurt een mobspawner gevonden. Die ga ik in waarschijnlijk de volgende aflevering ga ik daaraan werken. Dan ga ik hem mooi maken en zo, want hij ziet er nog heel lelijk uit en zo. En allemaal heel donker van binnen. En ja, dan zien jullie dat ook. Het duurde best wel lang voordat ik wist dat hij er was, want ik kwam er pas heel laat achter dat deze toortjes pijlen moesten voorstellen. Dat wist ik gewoon niet. Ga jij eens weg. Dank je. Ja, boeien. Hier is dus de mobspanner. Ik ga hem even snel van binnen laten zien. Het is een zombie mobspanner. Ik vind hem op zich best wel nice dat hij hier is, want aan XP komen ging gewoon heel moeilijk. Nou, dat moest ik hebben van minen. En minen doe ik niet zo vaak, want ik ben nou eenmaal rijk. Toen straks heb ik spullen van iemand gekregen, maar ik ben helaas zijn naam kwijt, dus sorry daarvoor. Maar ja, hier, zoals je ziet is het hier donker. Ik heb zelf geen toortjes bij, dus ik weet niet of jullie iets zien. Ah, nu in ieder geval wel. Ja, dit is dus onze mobspanner. Hier spannen dus zombies. En we gaan kijken of we dit nog mooi van binnen kunnen krijgen, want het is moeilijk om... Ja, jawel, dat gaat wel lukken met als ik toortjes om dat ding inzet. Maar, oh, XP. Hier is dus in ieder geval onze nieuwe mobspanner. En dan zijn we het eigenlijk alweer, heb ik eigenlijk alweer alles laten zien wat er nieuw is bijgebouwd. Ik wil ten eerste vragen... Nee, ik wil eigenlijk helemaal niks vragen. Wat zeg ik? Mensen van Wesse Games, vonden jullie dit nou een leuke aflevering? Geef dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Wesse Games? Abonneer dan even. En deel deze video met al je vrienden. Zodat ook hun bij ons in het dorp kunnen gaan wonen. Want het is natuurlijk veel leuker als je met je vrienden hier bent. En ja, als je hier alleen bent, dan kan het soms wel eens vervelen. Soms kan ik jou vragen of je wil opnemen met mij hier in deze serie. Als kijker zijnde. Maar kom dan niet met een ruismijk aan. Mike aan, want dan vraag ik je gewoon niet. En ik vind het super vervelend als ik moet zeggen tegen jou dat je niet mee mag opnemen omdat je een ruismike hebt. Want dat vind ik echt kut om te zeggen, want jij vindt het natuurlijk super geweldig om met mij op te nemen. Dat weet ik trouwens niet. Maar dan vind ik het gewoon kut om te zeggen dat het niet mag. Daar kan ik gewoon niet tegen. Dus ja, kom niet met een mike ruis aan. En dan wil ik jullie gewoon bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie allemaal later. Houdoe.